Navaje, wat voor Heracles hebben we vanavond gezien hier in Maastricht? Ik denk een Heracles die je altijd hoort te zien. Vechten voor punten. En daarbij ook gewoon voetballend en aanvallend voetbal. Ja, je begon zelf in de basis. Natuurlijk lange tijd niet in de basis gestart. Hoe was dat voor jou? Natuurlijk ben je... Ik ben een voetballer, dus ik wil graag voetballen. Dus het was natuurlijk leuk om te horen dat ik weer mocht spelen. Kijk er gewoon naar uit en naar deze avond en probeer gewoon mijn best te doen om te laten zien dat ik gewoon in de basiself thuis hoor. En ik denk dat we dat ik persoonlijk en als team wel hebben gedaan. Ja, jullie beginnen heel goed aan de wedstrijd, gelijk al op een voorsprong. Hoe kijk jij zelf terug op de beginfase? Ja, je zegt zelf, we starten goed en dan ga je altijd goed de wedstrijd in. Dus dat is mooi. Daar hebben we wel eens problemen mee gehad dat het wat zwakjes was. En we hebben daar ook over gesproken dat we gewoon goed de wedstrijd moeten beginnen. En dat hebben we gedaan, anders goede goal. En daarna zie je gewoon dat we proberen hoog druk te zetten. Daar hadden ze moeite mee. Dat probeerden we met fases ook te doen. En met afwisselend ook gewoon een keertje iets lager op het veld. Omdat je niet altijd hoog druk kan zetten. Dus kijk wel goed, een goed begin van de wedstrijd. Ja, als je hoog druk zet, komt er ook ruimte achter je in je rug. Hoe hebben jullie dat verdedigd vandaag? Ja, we hadden een iets andere achterhoede. Dus ik denk dat... Dat het vooral met 1-op-1 achterin werd opgelost. Daarbij help je ook door het kantelen. Ik denk dat we dat gewoon prima hebben gedaan. Geen goal tegen, dat was ook een doel van ons. Dat we de laatste tijd best wel wat knullige goals tegen kregen. Dus dat is ook netjes. Dus ik denk dat we het als achterhoede, maar ik denk ook gewoon als team helemaal goed hebben gedaan. Want verdedigen begint natuurlijk ook voorin. Ja, dan kom je in de rust natuurlijk bij elkaar. En zoals afgelopen vrijdag sta je ook met 1-0 voor. Welke aandachtspunten werden er gelegd voor de tweede helft? Ja, hetzelfde als hoe je het wedstrijd begint. Gewoon scherp en dat je ze niet een kans geeft om terug te komen in de wedstrijd. En, ik denk dat we dat ook gewoon hebben gedaan. Een beetje vies gespeeld, maar dat hoort er ook bij. Ik denk gewoon dat we heel trots mogen zijn op deze prestatie. En dat we het op deze voet gewoon door moeten zetten. Ja, dan kom je op 2-0. Had je toen het idee van, ja, nu is hij echt in de pocket? Of, De wedstrijd bestaat uit 90 minuten plus extra tijd. Dus je verzekert wel een soort van extra de 3 punten. Maar het is nog niet gespeeld totdat het fluitsignaal is gegaan. Dus zoals je ziet, vanaf de 90ste tot de 90ste plus 4 minuten zie je mensen omschakelen. Zie je mensen ballen wegtrappen. Met ziel en zaligheid gewoon voorkomen dat er een goal wordt gescoord. En dat hebben we gewoon top gedaan. Ja, na die 2-0, die ontlading bij het uitvak, dat moet voor jullie ook geweldig zijn, denk ik. Ja, sowieso. En we hebben ook wat te danken aan hun. Naar de fans toe, naar de mensen die kijken op tv. Niet de gewenste resultaten de afgelopen wedstrijden. En ik denk dat we het ook vooral voor hun doen. Want ze komen toch wel elke wedstrijd kijken. Dus... alleen maar mooi. Ja, hoe mooi is dat? Want sponsoren die zorgen ervoor dat supporters zoals gratis vanavond zeg maar, naar die wedstrijd kunnen. Je hoort ze de hele wedstrijd. Ja, wat voor soort boost geven jullie dat? Ja, nou, sowieso wel een boost. En ook zeg maar, de vorige wedstrijd dat je ze dan best wel boos ziet. En dat doet het wel met je. En dan krijg je ook wel het besef. En dat het moet gewoon anders. En ik denk dat we gewoon een goede reactie hebben gegeven als team. En dat we deze lijn moeten doortrekken. Ja, hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Ja, prima wedstrijd denk ik. Prima wedstrijd denk ik. Man uitgeschakeld in dat taak nummer 1 is als Marco, heb je nog wat te zeggen? Nee? Mag ik even doorgaan? Ja, taak 1 gewoon mijn tegenstander uitschakelen. Ik denk dat ik dat wel heb gedaan. En voor de rest is het gewoon neerzetten van mensen voorin. Praten en die agressiviteit van mij gewoon terugbrengen in het team. En ik ben wel daar tevreden over. Ja, heb je dit gevoel vandaag echt even nodig als team? Ja, zeker. Zeker. We zijn nog niet klaar met het seizoen, dus we trekken dit gewoon door. Deze lijn door en we houden dit gewoon vast. En dan komen er nog mooie wedstrijden en mooie periodes aan.